Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we nog altijd in Saalbach-Hinterglimm hier in Oostenrijk. Bij mijn laatste video hebben we de Reiterkogelbaan genomen in Hinterglimm. En vandaag nemen we de andere lift, de Westkiepvoorbaan, naar boven. Het is een volledig andere berg, dus we gaan eens kijken wat we hier allemaal kunnen doen. Ik neem jullie hier vandaag mee, maar als eerste naar boven met de Westkiepvoorbaan. We zijn hier boven gekomen aan het bergstation van de Westkiepvoorbaan. Je hebt hier echt een prachtig panoramazicht over de volledige omgeving. Echt een 360 graden zicht, dus heel mooi. En zo verlaten wij hier de Westkiepvoor achter mij, waar wij zijn boven gekomen met de Westkiepvoorbaan. En wij wandelen via deze mooie Forststrasse, deze weg, richting de Schatbergbergstation. Dat is de andere lift die vanuit Saalbach vertrekt. En wij doen zo eigenlijk een rondtour via dat bergstation terug naar hier. Dus onderweg krijgen we heel veel prachtige uitzichten. Dus ik neem u gewoon weer mee op deze wandeling. En als eerste nu dalen we wat af en dan stijgen we straks terug een beetje omhoog. Richting het bergstation van de Schatbergbaan van Saalbach. Maar het is er al sinds alweer prachtige uitzichten en het weer is goed, dus ideaal. De Schatberg West en de Westkiepvoorhutten en lopen dus nu naar de Schatberg Oost en dat is daar. Nu nog een stukje omhoog. Ja, nog een half uurtje omhoog wandelen we nu. Het is een half uurtje zou dat ongeveer wel zijn. Het is nog een pittig stukje omhoog, niet zo heel vaak. Maar we hebben ook al een mooi stuk afgedaald, een stukje plat gewandeld. Dus het is wel een mooie rondweg zo van de Schatberg West naar de Schatberg Oost. En dan straks wel van de Schatberg Oost via de andere kant van de berg zo naar de Schatberg West terug. En dan hebben we de volledige rondtour gewandeld. We wandelen eerst nog een stukje naar boven, naar de oostkant en van de Schatberg. Om daar wat te eten onder meer. En dan gaan we eens even kijken wat er daar allemaal te zien is boven. Maar als nu eerst nog een stukje stijgen naar boven.
En zo zijn wij aan, dan kom je op de Schatberg. Eerst tijd voor een lunchpauze. En we zijn er nu boven aan de oostkipvoer van de Schatberg, dus de Schatberg. Moet zijn, het is een, je hebt ook vanaf hier ook een prachtig uitzicht. Je hebt echt overal waar je kijkt rond je heb je een panoramisch vergezicht. Ook op de, volgens mij de Leo Hanner Steinbergen zijn dat daar, als ik het goed heb. Maar ik ken dat ook niet allemaal van buiten nog, maar je hebt echt een prachtig uitzicht over de bergen en daar ook over de gletsjers. Dus echt adembenemend mooi. Wij wandelen nu terug richting de Westkipvoer, waar we zijn vertrokken aan het bergstation daar. Dus ik neem u nog mee op dit stukje van de wandeling. Hier op het einde is er nog een stedelijk klim naar het bergstation. Maar we zijn er bijna. Er zijn er net ook heel wat mountainbikes gepasseerd. Zoals jullie konden zien, waaronder een paar op één wiel. Heb ik nog niet veel gezien, maar echt, als je dat kan, respect. Want dat ziet er zo moeilijk uit. Hoe je het even bij moet doen en dat je dus, gewoon dat je dat überhaupt durft. Ja, respect. Maar het was wel eens tof om te zien zo. Maar wij vonden nu nog een klein stukje. Redelijk stil, maar het laatste stukje naar boven naar het parkstation van de Westkipvoerbaan. Nou, vervolgens naar de lift aan. Gaan we eerst naar even wandelen, 10 minuutjes naar de Schatberg Middelgipvoer. Dat is daar.
en voor de geïnteresseerden, vanaf het aan dit bordje staat aan het Dalstation van de Westkiepvoetbaan. En je kunt dus naar de Schatberg West via de Rode Weg. Dat is volgens mij het bergstation dan en dat duurt ongeveer 3 uur. Je hebt ook nog heel wat andere bestemmingen, waaronder een paar almen, de promenade, maar ook nog de Hugkeugel, de Manlidskeugel en de Sommertor. Dus heel wat wandelmogelijkheden ook vanaf het Dalstation te beginnen. Ja, en zo staan we hier beneden terug aan de Westkiepvoetbaan. Hier achter mij is het Dalstation. Het is wat later dan daarstraks, want het is ondertussen al rond 8:30 s'avonds. Maar ik heb dus daarstraks nog afgesloten. Het laatste wat ik boven zei is dat we nog naar het kruis gingen daar van die bergtop. Dicht bij het bergstation. En we hebben natuurlijk die volledige rondtour gedaan, was beide heel leuk. Maar aan het kruis op de berg zagen we dat er wat onweer in de verte afkwam. Dus vandaar dat we snel naar het bergstation zijn gegaan om zo af te dalen met deze lift. Maar het was dus een leuke dag, het was een mooie rondtour. Dus zeker aan te raden om eens te doen. Maar je hebt aan de Westkiepvoetbaan dus ook heel veel wandelmogelijkheden. Ook aan het middenstation, daar zijn we nu niet geweest. Maar daar heb je volgens mij ook wel heel wat mogelijkheden voor zowel bikers als wandelaars. Maar hopelijk vonden jullie het dus een toffe video. Als het zo was, geef dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer is natuurlijk ook zeker toegelaten. En voor de rest heb ik niet heel veel meer toe te voegen. Misschien dat ik nog wel een video komt vanuit Saalbach. Ik heb al een video opgenomen aan de Ruiterkogelbaan. Nu aan de Westkiepvoetbaan. En misschien nog een keer aan een van deze liften. Of aan een andere lift hier in Saalbach. Geen te vinden. Maar alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!